naar deze tweede video. De eerste video van ons YouTube-kanaal van Riley Ravenhorst is ontzettend leuk op gereageerd. Dat maakt mij alleen maar heel erg enthousiast om nog meer video's te maken. Ik heb in de eerste video wel heel veel gepraat en in deze video ga ik dat ietsje anders doen. Uiteraard ga ik wel nog het een en ander vertellen, maar vooral ook een hoop laten zien. Zoals de update van de afgelopen week, daar werd om gevraagd. Mijn stal ga ik nog even laten zien. Wat ik ook beloofd heb is de dames, de meiden. Die ga ik aan jullie voorstellen. En dat is ook op een hele leuke manier, want ik ga een stukje van de manege laten zien waar ze paardrijden. En aan het eind van al dat kom ik nog een keertje zo terug om nog wat dingetjes aan jullie te vragen en wat kleine dingetjes aan jullie te vertellen. Dus deze video is eigenlijk iets anders ingedeeld dan de eerste video. Uiteraard wil ik heel graag weten in de reacties of jullie dat leuk vinden om een stukje Star Stable, maar ook een stukje bijvoorbeeld van de manege of wat dan ook. Want het lijkt mij namelijk ontzettend leuk om in de toekomst ook eens bij jou langs te komen, zodat jij op dit YouTube kanaal kan vertellen over misschien over jouw paarden. Of ken jij iemand die iets heeft gedaan voor een ander die je in het zonnetje wil zetten? Of misschien is een vriendin of ben jij ziek en speel jij ook graag Star Stable? Maar kan je door je ziekte niet vaak naar buiten? Of is er iets? En dan vind ik dat wel, zou jij het hartstikke leuk vinden dat ik langskom? En dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je dat in de reacties zet. Dat langskomen ga ik trouwens niet alleen doen. Dat kan eventueel met de kinderen, maar ook met mijn vriend. Mijn vriend wil ik graag volgende week aan jullie voorstellen. En daarover vertel ik later wat meer. Maar we gaan nou eerst even naar Riley. En naar de update. En naar de dansmarathon. Want daar heb ik ook gefilmd. Dus we gaan eens eventjes, we gaan eens even kijken naar een stukje Star Stable. Doei, tot zo! Hey, we zijn er weer! Het is vandaag woensdag, een update dag. Ik heb de koffie bijgepakt, ik heb er zin in en ik zit op mijn kleine pony. We hebben een update gekregen. We hebben een update gekregen en staat hier, maak kennis met de geheimzinnige Gary Goudtand. Dat is echt Gary en dan Goudtand. Het is Gary Goudtand. Of Gary Goldtooth, maar goed. En Red tijdens een missie samen met hem. Een wilde Jorvik paard. Wat? Dan zegt hij verder. Neem een kijkje. Oeh, avontuurlijke Mary Verde. Waar is dat? Wat is dat? Waar is dat dan, jongen? Oké, we gaan even kijken. Met een baby. Ik ben nu. Ik zit naar mezelf te kijken in het scherm. Maar ik kan daar naar kijken. Maar dan zie ik. Daar moet ik heen kijken. Oei. we gaan naar... nee, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik ben de update aan het doen in Strawberry Meadow. Heb ik vandaag voor gekozen. Ik vind dat gewoon leuk om te switchen. Horen jullie me een beetje? Echo, ik heb daar mijn... Hoe heet dat? Microfoon. Het is nog vroeg. Maar goed, we gaan naar Gary. We gaan eens even kijken wat daar is. Mag ik uit? Even in de map kijken. Wat? Is hier een missie? Is de Hinnekdal? Dat is de Galloppervlakte. Nee, dat is de Galloppervlakte. Daar moet ik heen. Wat? Hoe heet zij? Kijk haar naam. Edith Swift Knight. Wat heb jij met je clubnaam gedaan? Hoe spreek je dat uit? Kpatsch. En dan? Edith? Hoe spreek je dat uit? Ik weet het niet. We gaan daarheen. Dat is... Ik weet wat ik dan altijd doe. Dan ga ik even draaien. Zo een beetje met mijn pony zo. Die kant moet ik op. Anders weet ik het niet. Kom, we gaan hier naar beneden storten. We gaan eens even kijken wat de missie is. Gary heeft in ieder geval iets. En Gary heeft natuurlijk altijd... Volgens mij heeft hij altijd die... Oh, sorry, kleine pony. Stort zo naar beneden. Volgens mij heeft hij altijd dingen. Mooi hier altijd. Hè? Ben ik nou een beetje in de buurt al? Ja, ik moet gewoon naar de overkant. Oké. Kan mijn pony daarheen? Nee, natuurlijk niet. Daar kan hij niet heen. Oh, sorry. Ik ga
ga terug naar de bus. Ja, sorry. Ik was niet aan het opletten. Ik heb ook in één hand mijn kopje koffie en in mijn andere hand ben ik aan het sturen. Dat is ook echt niet handig. Maar waar moet ik heen? Ik ga... Wat staan ze daar te doen? Staan er daar ook een paar? Ja, Jerry staat daar wel, maar ik weet niet wat... Wat? Oh, nee. Ik ga echt poep verkeerd. Dag jongens. Ik denk dat ik gewoon de andere kant op moet. Ik ben echt een Gary kwijt gewoon. Hij moet hier staan, maar ik moet eerst ergens heen, denk ik. Ik zie de kinderen daarheen gaan, dus ik ga daar ook heen. Jongens, staat hij daar? Waar is die dude? Die dude. De vlakke. Daar! Hey! Hey, kleine pony! Jullie willen van de krijgers. Ja. Bla bla bla. Drukken jullie dit ook altijd heel snel weg? Wat moet ik daarmee doen? Cadeautjes uit de buitenwereld mee. Ik heb een hele verzameling met mensen, schatten. Geen idee wat voor dingen er zijn. Maar ik vind ze eigenlijk mooi. Even dat prachtigste verhaal op zoek naar het hele eiland. Maar spaar nu. Wacht! Oh. Waar ga je heen? Oh. Kijk uit bij de brug. Wee. Kijk, dan komen we toch daar bij Gary. Oei. Zo, je ziet er chill uit. Ik ken jou wel. Oké, ik doe dat gewoon. Ik klik maar. Oh, wat zijn ze schattig, hè? Hij ziet er wel mooi uit, hoor. Vind je niet? Hij is wel heel mooi geüpdate. Vraag me af of onze poppetjes er daar ook zo uitzien. Oh, hij is zo leuk. Zo leuk. Oh. Wat gaan we eigenlijk doen? Volgens mij zie ik even niet op te letten. Oh, we gaan toch geen wedstrijd doen? Oké. Okay. Wat ga jij mij vertellen, maatje? Rocco. Oké. Moet naar de oude, naar de arena. Ik denk er staan gewoon een paar magische paarden. Maar nu kunnen we gewoon iets doen. Ik raak hier echt altijd. Why? Hi. Waar gaan jullie heen? Ik ga jullie volgen. Echt why? Doe ik dit al? Ingewikkeld. Ik wilde alleen op dit keertje klikken. Naar die wereld. Echt waar, moet ik dat daar dan... Echt waar, nee! Oh jee. Ja, nee, dat is niet ver. Oh, mijn hemel. Kom op, kleine piks. Kom op. Je kent het. Ja, hoeveel... hoe lang is dit dan? Hoe lang gaat dit door? Hoe lang gaat dit door? Oh, ik ken, wel, ken je wel tegen zo'n kleine veulen. Ik denk we krijgen een pony, maar ik wil dat... Wat? Moet ik ze allemaal doen gewoon? Is dat echt zo niet ver? Oké. Ik ben al bezig. Maar je hebt je best gedaan, kleine veulen.
Nou, het spijt me, schat. Wauw, die is mooi, hè? Willow. Die vind ik echt mooi. Die vind ik echt mooi. Natuurlijk heb ik een mooi peert. We gaan naar Willow. We gaan naar Willow. We gaan naar Willow. We gaan naar Willow. Het gevaar van de grijze wereld. Wat? Was het in de sterren? Oh, wat dan? Wat gebeurde daar? Zij kwam uit de lucht gevallen. Zag je dat? Oh, ik moet even omdraaien. Ik moet naar haar toe. Dan staat Gary weer hier. Dan sta jij te dansen, jongen. Snap ik. Gary mee in de bergpas. Bij tijd verliezen. Oh. Ik ben zo benieuwd wat het ik ben. Niet of er nou nog nieuwe paarden komen. Weten we straks. Ik krijg geen geduld. Is het slecht. Waar moet ik nou heen? Hoe daarheen? Doei. Echt. Ik ben hier zo niet goed in. Mijn oriëntatie en richting gevoel is bar slecht altijd. We moeten de berg passen. Daar ergens heen. Ik ren daarheen. Weet je, vraag me al wel waar ik dicht gegooid is om ons naar mensen bij te houden. Ik moet me ook concentreren op het rennen, Gary. Ik weet niet, ik stort hier denk ik gewoon naar beneden. Ik denk dat dat niet de normale weg is. Waar gaan we heen? Kom. Kom, we moeten hierheen. Kom op. We gaan netjes. We nemen de brug. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Rosalie, je blijft een beetje. Why? Ik ging. Nee! Wat doe je, jongen? Ik moet er door toch heen. Meisje, hier is ook staan. Ja. Nou kan er dus gewoon zo nog iets gebeuren, jongen. Oké. Nou, Why? Kom. Ja, ik moet hier gewoon in de gaten houden. Dat kan gewoon naar beneden storten, dingen. Allemaal dingen hier. Oké. Ben ik niet dan gewoon echt zo door die boomstronk heen gelopen? Oké. Oké. Wabada. Wee. Waar moet ik naar? Echt, ik zit altijd zo te klootzakken. We gaan weer verder. Oké. Ik hoop ook dat we hem kunnen redden. Star zijn we. Let's go! Wow, naar star zijn we. Oké. Nou, we gaan erin. We gaan naar star zijn we. Wow. Dat is de cowboy met zwart hoed. Gotcha. Even kijken hoor. Vliegje. Even kijken. Kijk maar waar je hebt. Oké. Oké, let me see. Stop! Brania is net zo ver als ik. Ik sta in. Ik sta erin. Spijt me. Stil maar. Oh, waar gaan we heen? Mag ik er dan weer uit? Oké, kom.
Hey. Wauw, ben dat wel niks. Reinhard wilde Wout blijven. Ach, uit de handen van Scott. Oh, dat wordt nog een toestand. Oh, ik ben hier niet zo goed in. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga dat meisje achterna. Ik denk dat hij hetzelfde ritje doet als ik. Ik ga niet achterom kijken, want dan word ik alleen maar shinerachtig fijn. Rennen. Wee! Okay. Ik zag er net iemand Riley zeggen, maar sorry, ik moest even deze doen. Ik moet even dit doen, dan kan ik daarna antwoorden. Waar ga ik nou heen? Daarheen. Ja, dat gaat nog goed. Springen. Jeetje. Wee! Ga ik goed? Ik ben altijd zo bang dat ik nou wegkooi. Dan kan je de hele race over niet. Oké, dit gaat nog goed. Dit gaat nog goed. Ik moet daarheen. Ergens. En nu daarheen! Granaten. Kom op, Emmy. Jij kent hem ook. Ga ik nou goed? Oh, daar moet ik heen. Ja, ik ging wel goed, maar dat zag ik dus weer niet. Caitlin, ik ga jou. Caitlin, ik ga jou achterna, oké? Ik ben mijn redder in nood. Jump! Ik hoop niet dat er weer stenen gaan vallen. Echt, als ik hem nou veel, jongen, dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Echt, dat vind ik niet zo'n goed idee. Echt, dat vind ik wel, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Tjoe. Zijn er. Oh, wow, wat is dit? Wow, dat is very busy hier. Brania ging mijn gedag zeggen. Ik weet niet waar zij is, maar ik was met de missie bezig. Dan vind ik dat zo lullig, dus dan ga ik even zeggen. Even zeggen dat ik met de missie bezig ben. Ik weet niet of ze dat leest. Maar, maybe. Even kijken, we zijn ontsnapt. Ja, nee, niet zonder mij. Ach, we hebben dat weer goed gedaan. Dankjewel. We zijn weer terug in het veilige wilde woud. Ja, nou, het paardje is weer veilig. En dan moeten we terug naar de kuddes. Ik dacht echt, wij hebben een paardje. Oké. Oepskeetje. Wauw. Onderdeel is afgerond. Wat fijn dat je terug bent in het wilde woud. Het spijt me dat je de grijze wereld niet met wat je ervan verwacht. Nou, hij is weer terug. Dat is fijn. Dan gaan de paadjes weer. Krijger. Stoer. Ik vind deze stoer, Ash. Hij heeft allemaal wonden hier. Allemaal littekens. Zie je dat? Ja, je bent ook zo schattig. Een schattig. Wat is er? Mag ik even? Ik kan het niet zien. Even kijken. Volgens mij werd er iets gezegd. We gaan even hier staan. En dan gaan we even hier kijken. Hoi. We gaan eens even antwoorden. Dat is wel heel erg lief natuurlijk. Even wat hartjes. Oh, dat
zijn niet hartjes. Even zo doen. Zo wel. Oh my god, dit is geweldig. Ook de missie aan het doen. Zijn ook de missie aan het doen. Ja! Leuk! Maar hebben we nou een paard? Laarzen! Maar ik wilde eigenlijk een magisch paard hebben. Ik vind dat wel leuk. Nou heb ik alle vragen gesteld. Ik zit ook echt niet te lezen, dat is echt niet handig. What? Oké. Ik dacht dat het misschien wel leuk zou zijn om hier even de missie te doen voor Joet. Ja, maar is dit het? Oh nee, Gary. Ik ben nog niet klaar. Ik heb alleen de laarzen gekregen. Alleen de laarzen gekregen. We hebben geen nieuwe paarden. Ik had gehoopt van wel. Maar ik heb wel coole laarzen. Vrijdag, we zien jullie dit. Jongens, Irene, Bunnyclaw, Charlie, Ponygirl, Daisy, Beetlebridge. Irene, Bunnyclaw, oh, die had ik al gezegd. Jullie zitten in de video. Hoi, ik heb zitten Hannes als je terugkijkt. Ja, ik ben aan het opnemen nu. Oh, nu. Yay, Daisy. Nou, laat het even onder in de reactie wezen. En weten, hè, of je jezelf hebt gezien. Ik zal even draaien. Oh my god. Dan zit ik in de video. Ja, ik ga kijken zondag. Ja. Leuk. Oh. Het komt bij on vrijdag. Vrijdag komt hij online. Dus dames, vrijdag. Even kijken. Nou, dit was de missie. Eigenlijk was die niet zo spannend. Ik denk dat het wel leuk is om even naar mijn stal te gaan. Dan gaan we daar nog even een staltour doen. Nou, wij zijn weer in mijn stal beland. En vorige keer heb ik natuurlijk mijn stal laten zien met die Lusitaners, weet je nog? Kom eens even, Riley, stap eens even netjes af, meid. Ja. Kijk, nou die staan er dus nog. Ik heb daarin niks veranderd eigenlijk. Maar ik dacht, weet je, ik had natuurlijk iedere keer, wat wilde ik nou zeggen? Man. Ik kan natuurlijk iedere keer een stukje van mijn stal laten zien, maar ik kan ook gewoon deze openen. Zo, wat gebeurde daar? Even kijken, nou hier kan je natuurlijk zelf precies zien wat ik heb staan. Die Pixel Star, daar ben ik nu op aan het rijden. Hier staan mijn Andies, mijn Vriezen. Ik heb, echt, hier is een Jorvik, oude Jorvik pony. Daar zie ik echt nooit op. Nee. Clydesdale, een oude Vries, maar die, ja, daar zit ik eigenlijk ook nooit op. Hier is een, ik heb eigenlijk alleen Dudu als magisch paard en Dark Master eigenlijk, wat verder niet. Ik heb dus een TikTok video gemaakt met magische paarden, maar dat was met de account van mijn dochter. Dat was vals, hè? Ja. Ik heb wel Spirit erin zitten. En wat oude, een oude Morgan. En een Marwari
kan thee. Deze is ook nog een oude Morgan Lipizzaner. Dit zijn eigenlijk de paarden die ik zelden... Ja, Starboy rijdt nog wel een superstar ook. Want die vind ik leuk, die twee. Pony heel soms. De Marwari rijd ik eigenlijk ook niet zo vaak. En hier, dat is Blue Eye. Ik zie die naam. Ik ga het gewoon nog steeds niet uitspreken. Blue Eye. En dan heb ik hier ook nog een Andy. Een Mustang. Oh ja, dit is ook eigenlijk een magisch paard. Toch? Ja, dat is de Fancy. Dus ik heb er drie eigenlijk. Drie Fancy's. En ik heb hier Pipi, dat is mijn Noord-Zweed. Deze heb ik ook nog, die Vega. Is dat ook een magisch paardje of niet? Ja, denk het. En mijn Quarter Horse. Die vind ik eigenlijk ook wel leuk. En ja, deze staan hier nog steeds. Ik heb nu toevallig Pixel Star hierin gezet. Want Poppy, dat is mijn andere Lusitano. Met pijn in mijn hart daar weggegaan. En zoals je kan zien is Bobo, deze Lusitano, eigenlijk het enige paard die level 15 is. En Ace Mystery, dat is mijn starterpaard. Die is dan level 14. En verder heb ik ze eigenlijk allemaal niet uitgetraind. Hier, deze is level 1, deze is level 1, deze is level 1. Slecht, man. Nou, dat was even een stukje van de update. Vind jij het nou leuk als ik bijvoorbeeld de update gewoon iedere woensdag doe? Dan gewoon alleen de update. En als het een korte update is, dan kan ik natuurlijk nog even wat trainen of wat dan ook. Maar dat ik gewoon op woensdag een update video doe. En op vrijdag allemaal restdingetjes. Net als wat je nu dan vandaag allemaal gaat zien. Dat wil ik heel graag even van jullie weten. Dus wil je dat heel even onder in de reacties aan mij vertellen? Dan kan ik kijken wat ik daarmee ga doen. En misschien is het ook leuk als ik dan laat weten van... ik ga vandaag de update doen in Strawberry Meadow of in Penguin Pond of wat dan ook. Nou, laat even weten of je dat een leuk idee vindt. Dan gaan we nu kijken naar een stukje video waarin ik de dames voor ga stellen. Voordat ik de dames voor ga stellen, wil ik nog wel heel graag aan jullie vertellen dat ik... Zo'n 10 jaar geleden ben ik gescheiden. Mijn dochter was toen 2 jaar. Zij is nu 12. En eigenlijk kan ik met haar vader, mijn ex-man dus, haar vader, het heel goed vinden. We gaan ook vaak met z'n drietjes, als zij jarig is, gaan we met z'n drieën weg. Of hij helpt mij hier thuis met dingen, of ik help hem weer met dingen. En zo'n 4,5 jaar geleden heb ik een hele lieve man leren kennen. Dat is dus nu mijn huidige vriend. En hij heeft een dochter. En haar naam is Vicky en dat is dus eigenlijk mijn bonusdochter. Dus ik heb in TikTok met ze dat ik heb 2 dochters, maar in het echt heb ik eigenlijk 1 echte dochter en een bonusdochter. En die bonusdochter, dat is Vicky. En zij is 9. En jullie gaan straks in een video, dat hebben wij opgenomen in het bos. En daarin gaan de 2 dames zich even aan jullie voorstellen. Ze hebben allebei Star Stable, ze hebben allebei TikTok. Ik zal dat ook even in deze video omschrijving even hun namen van TikTok en Star Stable erin zetten. Want daar wordt heel veel naar gevraagd. En ook gaan ze even paardrijden. Dus misschien, daar heb ik ook een heel klein stukje gefilmd. En misschien is dat wel leuk om even naar te kijken. Dus zie ik jullie dadelijk nog. En ik zie jullie daarna nog wel weer heel eventjes terug. Nou, hoi, ik ben Jenna. Ik ben de dochter van mijn moeder. Ik ben 12 jaar en ik speel zelf ook Star Stable. Ik heet erop Sabine, Dragon Walker, en ik ren het echt ook paard. En ik ben dus de dochter van Randy Ravenhorst. Ik ben Vicky en ik speel dus ook Star Stable. Ik zit ook op paardrijden. Ik zit op dezelfde manege. En ik speel ook Star Stable. Ik heet Victoire Jungle Rider. En ja. Ik krijg ook heel veel vragen of jullie in het echt ook paardrijden. Ja? Ja. Ja. Oké, okay, misschien kan Vicky vertellen waar we, welke manege jullie rijden? Manege Midden of Immersluis. Oké. Okay. En Jenna, wij hebben een stukje film opgenomen. Hè? Kan je daar iets over vertellen wat je dan ziet? We hebben op onze manege, dat Vic net vertelde, ons lievelingspony voorgesteld. We hebben laten zien wat we doen op onze manege. Dat gaan jullie straks allemaal zien. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Nou, en
een hele goede interview. Wil je er niet op blijven zitten, dan gaan we zo even kijken. Maar dit is in ieder geval de standaard bij rijden met z'n tweeën. En waar zijn jullie nu? Op Maneesemiddel of in Maassluis. Ja. En hebben jullie er zin in? Ja, heel erg. Dan gaan we pony. Omdat hij heel erg lief is. Ja. En hij knuffelt echt heel erg lief. Hoi. Ik ga bijna op mijn voet staan. Oh, dan gaan jullie pony. En dat is Candy. Ik wist het. Kenny is een wat jongere pony, maar ze is echt oprecht en schattig. Mooi opeens. Nee, ook in mijn hand. En daar zit jij het liefst op? Ik zit, ja. En waarom ga jij het liefst op Kenny? Omdat ze best wel hard gaat. Met galopperen is ze fijn. Dus met alles best wel fijn. Dan heeft ze dan wel veel boven gezien. Maar ze is met rijden, met alles, is ze gewoon erg leuk. En is altijd vrouwelijk. En ze is ook gewoon geen hulp. Dat vind ik ook gewoon leuk aan. Echt boze. Nico, het is echt een bokpony. Het is echt een bokpony. En ja, hij bokt echt heel erg veel. Dus jij vindt Koos wel leuk? Ja, ik vind Koos wel leuk, want ik hou heel erg van bokken. Maar... Zo, Koos is ook een knuffelpony. Okay. Binky is de enige, schimmel bij ons in tal. Super, echt een clowntje is het. Hij is echt heel leuk. Hij ziet er zo in. Een dikke komt en als je ziet, hij is heel vrolijk en hij is wit. Dat is niet echt de bedoeling van deze pony, maar oké. Okay. Super braaf, rustig en hij boekt ook af en toe nog wel eens. Hey, doe mee. Oh. Veel plezier. Dank je. Oh, Pinky. Veel plezier, Vic. Nou, dat was een stukje video van de dames. Als laatste stukje van deze video gaan we nog heel even kijken naar een stukje dansmarathon. Ik heb daar een stukje gefilmd. Volgens mij was dat in Mint Valley van vorig weekend. Op zaterdagavond. Ik was toen samen met mijn dochter Jenna. Die hebben jullie dus net in de video gezien. We waren gewoon samen thuis en we waren een beetje aan het starstabelen. En dan gingen dus de dansmarathon doen. Je kan wel zien dat het was best donker. Dus het was een beetje lastiger met de webcam om mij goed in beeld te krijgen. Maar ook maakten we behoorlijk veel chaos met z'n tweeën. Maar al met al was het gewoon echt best wel een leuke video. Je kan dan een beetje zien hoe dat hier gaat eigenlijk. Even goed zit. Zo. Nou, ik wens je heel veel kijkplezier met het laatste stukje van de dansmarathon. En ik zie jullie dan de volgende keer wel weer. En aan het eind van die video kom ik nog heel even terug om deze video af te sluiten. Dus veel plezier met de dansmarathon. Doeg! Nu is zaterdagavond. Jenna zit op de bank. Jenna? Hoi! Jenna zit op de bank. Het is zaterdagavond en we hebben een dansmarathon vandaag. En ik denk misschien is het wel leuk om een stukje van de dansmarathon ook te laten zien vanaf mijn visie. Ik ben net naar buiten geweest, dus let niet op mijn prachtige koep. Het is ook een beetje donker. Ik moet daar nog even naar kijken voor het juiste licht. We hebben vandaag de dansmarathon in... help me. Oh ja, Mint Valley. Wauw. Wow. Lekker bezig, moeders. Ja, lekker bezig. Daar gaan we nu naartoe, want het is wel tijd, geloof ik. Komen ze wel dansen. Dus even kijken wie er allemaal al zijn. Ik ben benieuwd. Vind ik altijd leuk. Oké, nou... Het is al echt een hele groep. Sabina, Sapje is er. Hallo. Hallo. Even stijgen. Hallo. Nou, het is heel druk. We staan in de bak van Loretta. En de chat gaat echt mega snel. Riley wil je vrienden worden. Lieve, lieve, lieve mensen. Ik kan niet met iedereen vrienden zijn. Dat gaat niet, weet je. Dat kan gewoon. Kijk. Oepsie. Ik weet niet, waar ben ik? Ook daar. Ach, arme ik. Gaat het, Riley? Oh... Ik ga even een tiptop maken, maar dan, dit staat allemaal zo op elkaar. Kijk, okay, kan je even een tiptop maken?
ben maar blijven jullie staan. Want dan moeten ze wel blijven staan. Want als iedereen door mij heen gaat lopen, kan ik geen TikTok maken. TikTok. Ik kan hier gewoon TikTok zeggen. Oké. Okay. Iedereen blijft staan, dan ga ik TikTok maar. Ingewikkeld is dit, Jenna. Ik heb het ook altijd. Ja. Oké. Okay. Ja, lekker situaties. Ja, ja. Hallo meisje. Kijk eens, iedereen. Oké. Okay. We zijn aan het rennen naar Steven. Hoe leuk! Kenna, hoe leuk! Ja, goed hè. Oh, hoe, hekje. We rennen samen. Even jij gaat afsneden. Nee, ik noem netjes het pad, als worden mijn laarzen vies. Ik wil geen vieze laarzen. Oké, okay, paardjes ook. Die ponies zijn zo leuk. Wauw, deze heeft een mooie starterpaard. Ja. Wow, die heeft een spierwitte starterpaard met zwarte manen. Dat is gaaf gekozen. Ja. Dat is echt gaaf gekozen. Ik kan gekozen. Het niet vragen, want dat gaat nu niet. Nee. Hier is iedereen in mijn Remy. Lonely. Oh, zo'n wegdek. Oh, mijn. Ik ren helemaal achteraan. Waarom ben je dan helemaal achteraan gelopen? Ah, de Godland. Please stop. Ik wil voorrennen. Maar dan gaan we ons daar mijn god. Slakjes. Hey. Wacht, dan gaan we jansen. Nee, we gaan dansen. Waar ben jij dan? Ik kom er aan. Kijk. Ik kom er aan. Set. Iedereen die dat... Oh, wat doe ik? Sorry. Nou, meedoen! Ze gaan meedoen. Ja, vind ik altijd zo leuk. Oh, ik moet een shout-out doen. Ik moet een shout-out doen van Skylar Strawberry Way. Hey, Riley, kan je please een shout-out doen naar Claire en Pinky? Pinky? Claire en Pinky, hoe grappig. Kijk dan hoe druk. Maar ze, iedereen wil... Hier, Nina Pixier. Riley, mag ik later dan een foto? Iedereen mag een foto. Dat vind ik zelf ook leuk. Maar... Geen idee hoe. Waar is ze dan? Ik ga naar mijn paard. Als die kan vinden. Oh, die staat op het strand. Oh nee, ik ga naar het hek. Ik ga wel naar het hek. Oh, dan moet je niet in mij rennen. Oh, hi. What? Sorry. Ik ben hier. Okay. Dit was het dan voor deze vrijdag. Ik hoop dat je het een hartstikke leuke video vond. Ik heb al verteld helemaal in het begin dat in de video van volgende week wil ik heel graag mijn vriendin jullie voorstellen. Vooral dit omdat ik dit alles echt niet in mijn eentje kan doen. Oké, dat Star Stable en Riley en de TikTok en dat ben ik. Maar alle ideeën en een stukje filmen en dat kan ik gewoon niet helemaal alleen doen. Want dat is veel te veel werk. En dat doe ik samen met mijn vriend. En die heeft ook echt waanzinnig gave ideeën. Zijn idee was het dus ook om bij andere mensen langs te gaan. En mij lijkt dat ook heel leuk. Dus weet je, ben jij ziek en moet je vaak naar het ziekenhuis of weet je, en speel je Star Stable, maar zit je dus vaak thuis. Wil je iemand in het zonnetje zetten? Het lijkt ons zo ontzettend leuk om gewoon binnen deze video ook eens andere mensen in het daglicht te zetten en eventjes te laten zien wat hun allemaal doen. Weet je, en dan neem ik mijn laptop mee en dan kunnen we samen Star Stabelen en dat lijkt mij gewoon echt ontzettend leuk. Lijkt jou dat ook nou leuk? Zet dat even onder in de reacties. Ja, volgens mij heb ik het zo allemaal wel een beetje verteld. Nou, heb je nog ideeën? Wil je me nog een stukje schrijven? Dan kan dat op onderstaand e-mailadres. Oh ja. En de website komt eraan. De website van Riley Ravenos. Daar wordt nog aan gewerkt. Maar je kan alvast een kijkje nemen. Dat was het voor vandaag. Vergeet niet om mensen erop te attenderen dat ons YouTube-kanaal er is. Weet je? En dat dit dus ook mogelijk is, hè? Dat niet alleen ik hier met mijn gezicht op zat, of mijn kinderen, of misschien straks mijn vriend, maar ook jij. Want dit is niet alleen van mij. Ja, ik maak het dan en ik ben degene die dan de video's maakt. Maar ik wil ook heel graag bij jou komen filmen en dingetjes over je, dat jij je dingen kan vertellen. Dat lijkt mij zo ontzettend leuk. Dus laten we hier met z'n allen gewoon iets gaafs van maken. Laat iedereen weten dat we er zijn. Abonneer op het kanaal. Doe even het belletje, zodat je weet dat er weer een update komt. En dan is mij niet anders dan te zeggen, wil je alsjeblieft een duimpje omhoog doen? En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!
De allereerste video van Riley Ravenhorst. Poep. Er zit een haar. Is dat een haartje? Hij is weg. Overnieuw. Daarom is dit alles, weet je. Dit verbindt ons ook allemaal met elkaar. En zo. Knip. Sorry.